dit is les, maar men is snel. Men is snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, 5 Havo Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag ga ik vertellen wat een toenamediagram is en hoe je het moet maken. En eigenlijk ga ik gewoon vertellen hoe je het moet maken. En als je dan klaar bent, zeg je van, oh, dat is een toenamediagram. Dus een toenamediagram kan je maken als je een grafiek hebt van een functie. Dus, en je hebt een tabel daarbij nodig. En die tabel ga ik eerst eventjes maken. En in die tabel schrijf je de x-coördinaten, de y-coördinaten en nog een ander ding wat ik straks ga uitleggen. En ik verzin zelf eventjes een grafiek. Dus de grafiek die ligt op het assenstelsel. X loopt van 0 tot 5. 1, 2, 3, 4, 5. En dat moet een beetje een spannende grafiek zijn. Dus ik begin hier op een hoogte van 5 bijvoorbeeld. Dan ga ik omhoog naar een hoogte van 7. Dan ga ik omlaag naar een hoogte van 3. Nog verder omlaag naar een hoogte van min 1. En dan gaan we, ja, zullen we weer omhoog gaan. Omhoog. Naar weer naar een hoogte van 3. Waarom niet? En dan nog verder omhoog naar een hoogte van 10. Yes, dus dit is een grafiek. Die grafiek die is gedefinieerd in de punten van 0 tot en met 5 in x-coördinaat. En dan gaan we eventjes kijken of we dit in een grafiek kunnen zetten. Of het is al een grafiek, ik bedoel in een tabelletje kunnen zetten. Dus dat tabelletje, we kunnen gewoon hier die punten overnemen. Dus als x is 0, dan is y gelijk aan 5. Als x is 1, dan is y gelijk aan 7. Als x is 2, dan is y gelijk aan 3. Als x is 3, dan is y gelijk aan min 1. Als x is 4, dan is y weer gelijk aan 3. En als x is 5, dan is y gelijk aan 10. Helder? Zien jullie wat ik heb gedaan? Dus dit heb ik bedacht, dit is gegeven en dit heb ik gemaakt op basis van dit. Dus, oké, okay. Nou, nu komt er een nieuwe kolom en dat is een spannende kolom die heet delta y. En delta, dat is een Griekse letter D, die staat voor verandering. Nou, als ik pas alleen y is 5 heb en verder geen y, dan weet ik niet hoe y is veranderd. Dus die eerste weet je nooit. Maar die tweede wel. Y gaat van 5 naar 7. Wat is dan de verandering? 2. Kijk. En als y gaat van 7 naar 3. Wat is dan de verandering? Min 4, inderdaad. Want je gaat dalen en om duidelijk te maken dat het daalt, moet er een minteken voor. Oké, okay. Hey, maar hier ga je van 3 naar min 1. Dus dat is ook een afname van 4. Dus een verandering van min 4. En dan ga je van min 1 weer naar 3. Dus ja, dat is een verandering van plus 4, dus gewoon 4. En dan ga je van 3 naar 10. En dat betekent dat je een verandering hebt van 7. Dus dit is een nieuwe kolom, de verandering van y. En nou, deze dingen kan je dan in een assenstelsel zetten op een speciale manier. En als je dat hebt gedaan, dan heb je een toenamediagram. Dus dit is de grafiek. En we gaan van grafiek naar toenamediagram. Oké, okay, nou, zo'n toenamediagram, dat is dus hetzelfde. De x loopt weer van 0 tot 5, maar bij 0 tekenen we niks, want dan hebben we geen toename en ook geen afname. En wat je moet doen is bij elke x hier een lollipop tekenen. Die eindigt op het goede punt. Dus dan denk ik van, wat bedoelt hij daar nou weer mee? Nou, ik ga even de y-as maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En minimaal is het min 4, dus ik ga hier naar min 4. Nee, dus ik kijk naar deze getallen, de grootste is 7, de kleinste is min 4. Dus ik laat mijn toename as lopen van min 4 tot 7. En dan ga ik lollipops tekenen. Dus bij x is 1, teken ik een stokje met een lengte van 2. En daarbovenop een bolletje. Zo. En bij 2 teken ik een stokje naar min 4 met onderop een bolletje. En bij 3 teken ik weer een stokje tot min 4 met onderop een bolletje. En bij 4 teken ik een stokje naar 4 met bovenop een bolletje. En bij 5 teken ik een stokje naar 7 met bovenop een bolletje. Nou, gefeliciteerd. Dit is een toenamediagram. Mooi, hè? Dus hieraan kun je zien dat die functie eerst stijgt en dan een stuk daalt en dan weer stijgt en dan nog wat harder stijgt. Mooi, hè? Oké, nou. Ik heb een klein beetje gesmokkeld, hè, want ik heb hier, hoe groot zijn de stapjes die ik hier heb genomen?
Ja, dat betekent dat delta x is 1. De stapjes die ik heb met x, de verandering van x is steeds 1. En ze kunnen ook zeggen, teken hem toe namelijk gewoon met delta x is een half. Dan moet je stapjes nemen van een half. Die kan je hier niet aflezen, maar als zij het in het boek doen, dan kan je het natuurlijk wel aflezen. Dus dat is een subtiliteit waar je nog mee te maken krijgt. Ik stel voor, zijn hier vragen over of opmerkingen? Wil iemand hier het over kwijt? Helder? Oké, dan sluit ik even af. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Wacht even, eerst de tune. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit, meneer Snel die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.